We gaan naar Almere, we gaan naar Kunstlinie. Barry Boeket, goedemorgen. 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 Hoe is het bij jou? Je staat op een leeg toneel van de grote zaal. Ja, voor de kijkers thuis. Het is heel groot en heel leeg. Ja. En het was afgelopen weekend heel vol met het Metropoolorkest. Echt tot de laatste millimeter zat er iemand iets boos te maken. Dus wij zijn weer druk aan het voorbereiden voor het komende bomvolle seizoen. Ja. Ja. Wanneer speelde afgelopen weekend het Metropool bij jullie? Afgelopen vrijdag was ons openingsweekend met het Metropoolorkest. Nou, dat is een prima start geweest. Geweldig natuurlijk ook. Hey, ja, eventjes, heel mooi. Het kan voorzichtig, kan het weer. Hoe is eigenlijk de afgelopen periode voor jullie verlopen als je zo terugkijkt? Ja, nou, we gaan een klein beetje terugkijken, hoop ik. Ja, het is moeilijk en vervelend. En vooral wel wachten. We hebben ruim 500 voorstellingen verplaatst. Anderhalf jaar. Eerst 3 maanden verderop, een half jaar verderop. En, maar de afgelopen maanden en zeker weken zijn vooral weer, worden we zelf weer positief. Omdat, wat je al zegt, er mag weer iets meer. En we hebben toch een mooi seizoen weten samenstellen met heel veel leuke, bijzondere voorstellingen. Dus we hopen vooral dat het allemaal gaat zoals ik denk met elkaar in het land hopen. Langzaam weer een beetje beter steeds. Ja. 750 mensen in de grote zaal. Hoeveel kunnen er normaal in? Er kunnen normaal bijna 1000 in. Er waren er geen 750 nu hoor. Maar dat is nu een beetje de limiet, zeg maar. Die eraan zit te komen met 2/3. Maar als je al kijkt, bijna 1000 man. Dus dat is best echt een flinke zaal. En hebben jullie veel dingen moeten veranderen om aan de huidige coronamaatregelen te voldoen? Nou, het is natuurlijk een paar keer veranderd het afgelopen jaar. We zijn natuurlijk een paar keer ook open geweest. En nu hebben we het eigenlijk heel simpel en heel goed geregeld. En dat komt ook omdat eigenlijk in het hele land zijn natuurlijk dezelfde regels en dezelfde appjes die je meeneemt. Dus wij denken dat mensen zeker na 2-3 keer geweest zijn, dat ze eigenlijk precies weten wat de bedoeling is. Het is in principe ook heel simpel. Dus het is goed te doen. Ja, ja Barry, het is allemaal weer een beetje begonnen, wat je zegt, afgelopen weekend. Ja. Wat kunnen we de komende weken verwachten? Of in ieder geval de komende week? We hebben ons hele seizoen staat online. Dus mensen kunnen op Kunstlinie kijken wat er allemaal aankomt. Het is heel breed. De komende 2 maanden, we kijken zo'n stukjes vooruit, is echt van Willeke Alberti via Ronnie Flex en Snelle naar ballets uit Rusland. Het is echt heel breed. En dat is ook echt wat we de komende jaren gaan doen. We gaan veel meer de breedte in. Natuurlijk ook veel plek voor cabaret, maar ook voor toneel. Grote musicals komen eraan. In november hebben we de landelijke gala première van Titanic hier in Almere. Dat is ontzettend leuk natuurlijk. Maar ook Igoné de Jong die met haar dansvoorstelling komt. Het is echt heel breed. En dat is eigenlijk, dat vind ik zelf ook leuk. Maar is dat ook door corona dat je erachter bent gekomen dat je misschien een ander programma gaat presenteren? Want het is wel een soort van omslag dan. Door de loop der jaren heen weet je wat het publiek van jullie verwacht en wat je moet programmeren. Ja. Maar er komen nu dus andere dingen aan. Ja, het wordt breder hoor. Dus we gaan geen dingen wegstrepen. Nou, dit was eigenlijk al voor corona was dit in de stijgers. Maar het heeft wel een soort extra vibe en extra energie gekregen. Als je toch meer tijd hebt om goed te kijken naar wat doe je eigenlijk, wat ga je de komende jaren doen. Nou, die tijd hebben we gewoon ook goed gebruikt, denk ik. Dus zeggen ze ook weer, never waste a good crisis. Dus ik denk dat wij er een stuk sterker uitkomen straks. En dat is natuurlijk leuk voor de mensen die hier naartoe komen. Ja, daarmee bevestig je eigenlijk ook dat je een groot theater bent, wat met de grote theaters in Nederland eigenlijk wil gaan concurreren. Omdat je toch, je bent de substad van Amsterdam, een beetje ervoor, Almere. Dus je gaat breder kijken waar je de mensen vandaan gaat halen. Nou ja, en de stad en de provincie groeit natuurlijk ontzettend. Dus dat is eigenlijk vrij normaal dat ook je programma daar aan meedoet. En dat gaan we dus de komende jaren zeker doen. Ja. Wat is een hoogtepunt wat voor jullie op de programmering staat, waarvan je zegt van daar zijn we nou echt bijzonder trots op dat we dat in huis hebben kunnen halen? Of gaan halen? Ja, het is voor mij zit het echt niet per se een hele grote ding. Ik vertelde al, we hebben Titanic en we hebben heel veel grote musicals. Rocky Horror, The Sound of Music een hele week. Ik vind ook de kleine dingen vaak heel mooi. De nieuwe talenten die beginnen. Maar wat ik ook zelf leuk vind, is bijvoorbeeld artiesten als Ronnie Flex en Snelle. En normaal bekend van de festivals waar veel jongeren komen. Mm-hmm. Ook nu bij ons in theater komen. Dus dan hopen we toch wat nieuwer, jonger publiek binnen te halen. Dat moeten echt grote shows worden allemaal de komende maanden. Dus dat vind ik zelf erg leuk. Ja. De breedte daarvan. Ik had eigenlijk gegokt op het Russisch ballet voor jou, Barry. Nou, ik ben nu een paar keer geweest. Ja, het is ook magisch. Weet je? Het is, ik hou echt van cabaret ook en van popconcerten. Maar het is echt een hele andere wereld. En 100 mensen, de Metropoolorkest hadden we de 50. Met zo'n Russisch ballet hebben we 100 mensen. De hele orkestbak vol. Ja, dat is ook heel bijzonder. Ook als je er niet standaard heen zou gaan, is dat wel een keer gewoon echt de moeite waard. Ja. Word je echt wat anders. Ik ga het opzoeken. Ik ben reuze benieuwd. Goed. Van harte welkom.
Barry Bekert van Kunstlinie in Almere. Dankjewel en tot de volgende keer.